Deze week in TV Valkenburg vandaag. Wethouder reageert op kritiek slecht onderhouden voetpaden door mobiliteitscafé te organiseren. Zie hoe een crypte in het Museum Romeinse Catacomben gerestaureerd wordt en het onderhoud aan het Geurstrand binnenkort start. Welkom bij TV Valkenburg vandaag. De afgelopen weken berichtte TV Valkenburg over de spanningen tussen fietsers, voetgangers, mountainbikers, scooterrijders, die allemaal gebruik maken van één en hetzelfde pad. Ook een alternatieve fietsroute in het centrum van Valkenburg kwam aan de orde en het onderhoud van paden plus de bewegwijzering. Aan wethouder Van Kan de vraag, doet de gemeente hier iets aan? Nou, kleinere zaken die snel op te pakken zijn, zoals missende bordjes, daar kunnen we natuurlijk heel snel op reageren. Ook het aanleggen van een alternatieve route die voor de hand ligt kan. Maar de grotere zaken, daarvoor hebben wij toch het mobiliteitsplan en de mobiliteitsvisieuitwerking wat we daarvoor hebben. We hebben een lijst gemaakt van mensen die we zeker daarvoor gaan uitnodigen. De mensen waarmee ik onlangs aan tafel gezeten heb bij de Betsy Perklaan, maar ook voor de MTB-routes, die staan daarop. Ook meneer Knubbe ga ik persoonlijk uitnodigen. En voor de rest zal iedereen via de lokale media de uitnodiging krijgen. Wilt u meedenken in deze coronatijd? Kom coronaproef meedenken over de mobiliteit in Valkenburg aan de Geul. Ja, je noemt dat coronaproef. Hoe gaat u dat dan vormgeven? Nou, we hebben iets nieuws bedacht. We gaan een hele dag op een bepaalde locatie zitten. Van 9 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. En mensen kunnen van tevoren intekenen rond welke tijd ze ongeveer willen komen. Dat betekent een goede spreiding overdag. En mocht er een punt zijn op een dag dat heel veel mensen zich intekenen, dan gaan we die mensen toch vragen om misschien wat eerder of later te komen. Ik vind het namelijk te belangrijk om dit digitaal af te handelen. Mensen zullen ook digitaal kunnen reageren, net zoals we dat bij de Valkenburgerstraat gedaan hebben. We kunnen hun inbreng, hun foto's, alles kunnen ze insturen. Maar bij iets als het mobiliteitsplan is ook de persoonlijke inbreng van groot belang. En daarom gaan we proberen om dat gespreid over de dag toch iedereen te woord te kunnen staan. Weer overleg, weer inventariseren wat er leeft bij de mensen. Wanneer wordt het dan een keer concreet? Dit gaat concreet worden richting december. Dan zullen we alle plannen en alle ideeën hebben. Vervolgens hoort bij een aantal plannen natuurlijk ook geld. Al die plannen zullen in een mobiliteitsplan of een mobiliteitsuitwerkingsprogramma aan onze gemeenteraad worden voorgelegd. We mikken op december. Anders als we dat niet halen, begin volgend jaar. En dan komt er boter bij de vis van de keuzes die gemaakt zijn. Wordt er ook gekeken naar de effecten van het toerisme? Want in de mobiliteitsvisie staat dat de mobiliteit van het toerisme een van de factoren is van overlast. Overlast is iets wat mensen zelf ervaren. Ik kan niet ontkennen dat het de laatste tijd heel erg druk is op de paden. Dat kun je op verschillende manieren oplossen. Je kunt de paden omleggen. Je kunt ook de toerist verleiden om een ander pad te gebruiken, wat misschien wel buiten onze gemeente leidt, om te kunnen fietsen. Zolang ze dan hier komen eten, drinken en slapen, hoeft de lokale horeca daar niet onder te lijden. Een mix van zaken die wij kunnen aanwenden om de overlast voor op de paden zo weinig mogelijk te laten zijn. In uw regeerperiode komen er nog concrete verbeterde maatregelen? Dat kan ik u beloven. Dit jaar ontving het Museum Romeinse Catacomben het goede nieuws dat er subsidie verleend wordt voor de restauratie van een aantal crypten. Het secure restauratiewerk wordt verricht door SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg. Restaurateur Rosanne Scheres legt uit waarom gerestaureerd wordt. De schilderingen hier in de catacomben die worden veel bezocht door mensen. Wat natuurlijk heel erg mooi is. Maar doordat de catacomben veel worden bezocht, is er ook veel sprake van schades die aan de schilderingen zijn aangebracht. Omdat, nou ja, het is hier eigenlijk best wel krap in de gangen en in de cryptes voor stoot- en slijtschades. Dus dat soort dingen zijn wij nu allemaal aan het bijwerken. Er zijn circa 60 cryptes in de ondergrond van de heidegroeven uitgehouwen. Ze liggen zo'n 25 meter onder het aardoppervlak. Welke materialen gebruiken jullie voor de restauratieklus? Wat wij gebruiken, dat is eigenlijk pure pigmenten. Dus dat zijn gekleurde poeders, als het ware. Die worden gemaakt bijvoorbeeld van gemalen stenen. De schilderingen in Rome, maar ook de schilderingen hier, zijn oorspronkelijk dan ook gemaakt met heel
veel ja, natuurlijke pigmenten, zoals ombers, terra's, okers, dat soort kleurtjes. En dat zullen zij vermoedelijk destijds ook in die vorm hier moeten hebben toegepast. Want het is in deze klimatologische omstandigheden niet mogelijk om met echte gebonden verven te werken. Het Museum Romeinse Catacomben is in 1910 opgericht door Jan Diepen, de zoon van een rijke textielindustrieel, in samenwerking met de beroemde architect Pierre Cuypers. Ze zijn een exacte kopie van de Romeinse begraafplaats in Rome en rijk versierd met afbeeldingen. Is dat een uitdaging? Wat is hier nog meer een uitdaging? De schilderingen bestaan op de meeste plekken eigenlijk uit twee onderdelen. Mijn collega's zijn bezig met het bijwerken van de figuratieve schilderingen. Hè, dus de figuurtjes en de bladmotieven en de ornamentjes en dat soort dingen. Maar daarnaast zijn ook heel veel gedeeltes die zijn egaal bruin geschilderd. En dat is ook een onderdeel van ja, de originele schilderingen zoals die in 1910 hier zijn gemaakt. Al die bruine gedeeltes die zijn dus echt speciaal bruin geschilderd. Waarom? Omdat we hier zitten in een mergelgroeve. De mergel heeft een lichtgele kleur. In Rome, de oorspronkelijke situatie, daar is sprake van een tufsteen. En die is bruin van kleur. En men heeft het hier destijds eigenlijk zo precies willen namaken dat ook die bruine tufsteen is ja, nageschilderd als het ware. Dus heel veel gedeeltes van de schilderingen bestaan uit effen bruine vlakken en nissen en dat soort dingen. En nou is het hier toevallig zo dat we dat eigenlijk allemaal al bijgewerkt hebben. Maar in de meeste cryptes zijn juist die bruine vlakken zijn heel erg beschadigd geraakt. Die zijn namelijk niet alleen bruin geschilderd om het op die steen te laten lijken. Maar ze hebben ook het oppervlak daarvan een beetje relief gegeven, een beetje ruw gemaakt. En dat is nou net gewoon heel ja, gevoelig voor afbrokkelen, voor stootschades. Dus in die bruine gedeeltes zitten heel veel schades. En waar de schades zitten in dat bruin, ja, dat springt onmiddellijk in het oog. Dus dat moeten we allemaal bijwerken. Ten slotte, werken jullie iedere dag hier in de catacomben? Het is een hele vochtige omgeving. Het is ook nog eens koud. De temperatuur is hier eigenlijk constant 11, 12 graden. Dus wij werken hier 2, maximaal 3 dagen per week. En we werken hier dan 1,5 uur ongeveer. En dan gaan we ook echt weer even naar buiten. Zodat we weer even wat daglicht krijgen en wat frisse lucht. En nou, misschien een beetje opwarmen met een kopje koffie. En dan komen we weer terug om een uurtje door te gaan, zoiets. Het college van burgemeester en wethouders gaat een deel van het achterstallige onderhoud rondom het Geulpark in Oud-Valkenburg aanpakken. Op paden wordt de bestaande verharding afgeschraapt, worden betonnen gedeeltes verwijderd en afgevoerd en komt er een nieuwe toplaag van korrelmix die tenslotte aangewalst wordt. Het bestaande verbindingspad vanaf Oosterbeemt wordt vanaf de brug richting de vijver tevens verbreed naar de breedte van de brug, zodat elkaar passeren ook makkelijker wordt dan in de huidige bestaande situatie. Tevens wordt de naast deze paden gelegen sloot opgeschoond en worden de aanwezige waterdoorvoerpijpen die onder de paden doorlopen richting de vijver schoongemaakt voor een vrije doorloop van water en afvoer van water. De werkzaamheden staan ingepland voor weeknummers 39 en 40 onder voorbehoud van goede weersomstandigheden. Twee Nederlandse Tour de France winnaars in Valkenburg aan de Geul. Jan Jansen en Joop Zoetemelk. Voor TV Valkenburg aanleiding om met hen een gesprekje te hebben. Joop Zoetemelk, weer eens een keer in Valkenburg. Komt u hier vaker? Nou, de laatste tijd niet zo vaak meer als voorheen natuurlijk. Toen we actief waren, toen kwamen we veel vaker in Valkenburg. Ja, wat zijn uw beste herinneringen aan Valkenburg? Nou, mijn beste herinneringen zijn helemaal in het begin natuurlijk. Bij de amateurs had ik hier begonnen ben met de Ronde van Limburg. En naderhand bij de beroepszenders, 2 keer kampioen van Nederland hier op de Kouwberg.
Op de Kouwberg? Op de Kouwberg, inderdaad. In 71 en in 73. Dat kan ik me nog goed herinneren. Dat vond ik een heel mooi parcours en dat lag me wel. Ja. En verder natuurlijk met de Amsterdam Gold Race en hele mooie herinneringen er aan allemaal. En de beste herinneringen aan de Kouwberg zijn er dus dat kampioenschap natuurlijk. Ja. Is het echt een lastige call? Het is een lastige call. Zeker als je met een kampioenschap ik weet niet hoeveel keer op moet rijden. Het is maar een klein rondje dan. Dan wordt hij op het les erg zwaar. Maar in vergelijking met al die calls die je in de Tour de France et cetera hebt moeten nemen? Nou, dat is niet te vergelijken. Nee. De Kouwberg natuurlijk, dat is Limburg, dat is de Kouwberg. Ja, en de calls in de Tour de France, ja, dan ben je met de Tour de France bezig. Dat is weer een heel ander parcours. Hoe is je conditie? De conditie is ik dacht van nog goed. Ik kan nog aardig fietsen. Ik heb nu dit weer een beetje mag. In Frankrijk heb ik natuurlijk een paar maanden stilgelegen. Maar nu mag ik weer fietsen. Ik ben weer aardig aan het fietsen. Dus het gaat allemaal weer. Ja, en vandaag ook weer door de Limburgse heuvels? Inderdaad, vandaag gaan we ook. Ik ga geen honderden kilometers meer rijden. Maar ik ga er wel een klein rondje van 60, 65 kilometer mee doen. Dus. En op de elektrische fiets natuurlijk? Nee, nog niet. We proberen het nog steeds op de gewone fiets. Ja. Hoe lang we dat vol kunnen houden, weet ik niet, maar tot op het ogenblik gaat het nog. We denken met heel veel respect terug aan uw prestaties en wensen u het allerbeste. Hartelijk dank. Dankjewel en ik hoop dat het weer een beetje meevalt vandaag. Ja, dat wensen we u in ieder geval toe. Dat is voor alle fietsers natuurlijk een positief iets. Zeker voor de deelnemers die de langere afstand gaan rijden. Ja. Jan Jansen, je bent weer eens een keer in Valkenburg, hè? Inderdaad, dat gebeurt regelmatig, hoor. Ja? Constant, jawel. Het is toch een stadje wat de wielersport aantrekt natuurlijk. Ja. Een schitterend verleden heb. Een mooie historie van allerlei wedstrijden. Tour de France, wereldkampioenschap, et cetera meer. Nederlands kampioenschap. En de Kouwberg daarbij? En dan de Kouwberg natuurlijk, ons fameuze scherprechter. Wat zijn uw beste herinneringen aan de Kouwberg? Niet zo heel veel. Ik heb één keer het kampioenschap van Nederland een keer gereden op de Kouwberg. Maar dat was helemaal kak. Dat was niet zo succesvol. Ja. Nee. Maar toch is een heel begrip, hè, de Kouwberg in de wereld. Jawel, dat was op het eind van mijn carrière. Toen was ik al niet zo goed meer. Trouwens, ik ben nooit zo heel goed geweest. Maar... Zo, maar jongen. En Valkenburg is natuurlijk toch wel een historische plaats. Ja. Maar gaat u vandaag fietsen in het Heuvelland, maar ook de Kouwberg nog een keer op? Ja, vandaag hebben we nog een keer de Kouwberg op. Ja, wel, maar dat is niet meer om de prijzen. Ik heb een goede versnelling erop. Ja. En die wordt niet geduwd zo met Nee, daar heb ik zelfs, dat vind ik zelfs niet prettig. Oh. Dus ik rij op gemak. Nee, gemak bergen oprijden, dat bestaat niet. Maar ik doe de moeite wel om boven te komen. Ja. En dat lukt. Jawel, dat lukt. U bent de eerste Nederlandse Tour, de Frans winnaar. Komt er dit jaar een derde? Nederlandse Tour winnaar? Constant, ik denk dat ik je teleur moet stellen, maar... Ik zie het niet. Dat wil niet zeggen dat dat ook gebeurt. Maar ik zie Tom geen toerzegen van dit jaar halen. Hij zit in een ploeg waar er nog één beter is. Roglic. En ik ben er stellig overtuigd dat Roglic de Tour gaat winnen. Maar er kan alles gebeuren. Ja. Hè? Valpartijen, allerlei accidenten, noem maar op. Maar ik denk dat we nog even moeten wachten. En de Tour de France moet weer een keer terug naar Nederland komen? Jawel. En in Utrecht weer beginnen? Waarom hier niet? Grand Départ in Valkenburg. Ja, dat zou natuurlijk... Zou je daar ambassadeur voor willen zijn? Zonder meer. Ja, absoluut. Dus als u voor de sponsor zorgt... En dan zal ik een babbeltje doen met Christian Prudhon... Ga ik goed mee overweg. En dat we hier eens een keer het vertrek krijgen naartoe de Fransen zou geweldig zijn. Alhoewel, ja, het wordt steeds moeilijker. Ja. Kost zoveel.
Fijn dat we even gesproken hebben met elkaar. Op uw 80-jarige leeftijd staat hij hier. Ja, ik ben zit bij de oudjes. 80 plus, ja. Ja, ja, maar je straalt de jongheid uit, hè? Ik heb, fysiek ben ik nog aardig in orde. Jawel. We wensen u het allerbeste en heel fijn dat u ons even hebt te worden. Dankjewel, Constant. Dankjewel. Tips, nieuws of evenement? Mail ons op info@tvvalkenburg.tv.